Dit is Napoleon, een bekende Franse generaal. Dit is Mozart, een bekende componist. Dit is Edward Teach, een piraat. Dit is Walt Disney, een bekende striptekenaar. Voor deze leerlingen van de Emmaüsschool is het al best gewoon. De minifiguurtjes helpen hen tijdens de geschiedenisles. Ze zijn gemaakt door hun meester Daniel. Ja, het is natuurlijk maar een plastic figuurtje. Maar op een of andere manier hebben alle kinderen en ook eigenlijk alle volwassenen toch wel een soort van gevoel van hey, deze lijkt er wel heel erg op. Waarom zou dat kunnen? Of waarom lijkt hij daarop? Hey, en wat is eigenlijk zijn verhaal? Dit is Neil Armstrong. Dit is de eerste man op de maan. Dit is Anne Frank, een meisje die in de Tweede Wereldoorlog haar dagboek schreef. Dit is Queen Elizabeth. Ze was de oude koningin van Engeland. Dit is James Bond, een superspion. Ze zien er echt gewoon heel erg leuk en goed nagemaakt uit. Nou, ik vind het heel cool, want het is ook heel leerzaam, maar tegelijkertijd ook heel leuk. Ik vind het heel knap van de meester. Meer dan 100 historische poppetjes heeft hij gemaakt. Jaren heeft hij eraan gewerkt. Een meterslange rij van poppetjes die allemaal belangrijke mensen en gebeurtenissen in onze geschiedenis voorstellen. Ja, ik vind het wel heel vet en hoe hij dat ook heel veel tijd aan heeft besteden. Want begin 1800 was heel Europa bezet door Napoleon. Bij de poppetjes hoort een website die steeds meer scholen gebruiken. Klik je op het poppetje, dan kun je dus nog veel meer over de geschiedenis leren. Dit is Billy the Kid, een levensgevaarlijke cowboy. De meester maakt de geschiedenispoppetjes omdat ze hem helpen om de les leuker te maken. Vincent van Gogh schilderde enorm veel schilderijen, maar was ook ontzettend arm. Door al die spannende avonturen, mooie verhalen, al die mensen hebben ervoor gezorgd om te kijken hoe de wereld er nu eigenlijk uitziet. De leerlingen hebben geholpen met het kiezen van de historische mini-poppetjes. En toen kwam ik eigenlijk op Hugo de Groot door mijn eigen naam. Ik heet zelf ook Hugo en zo ben ik er eigenlijk op gekomen. Ik heb voor Anna de Graaf gekozen, voor haar. Dat was een van de weinige vrouwelijke piraten uit de 17e eeuw. Meester Daniel is van plan om nog veel meer geschiedenispoppetjes te maken. En dat is maar goed ook, want er ontbreekt een belangrijke volgens voetbalfans op school. Johan Cruijff zou ik denken. Het was een supergoeie voetballer. Ik denk de beste van Nederland die er wel was. En om de meester vast een ideetje te geven, zo zou Johan Cruijff dan in het rijtje kunnen staan.